Er zal gepast opgetreden worden tegen militairen die in hun vrije tijd werkzaamheden verrichten die het defensiewerk schaden of militaire attributen gebruiken buiten het werk. Dit zei defensieminister Krishna Kumari Mathura gisteren op een persconferentie. De minister zegt dat er nu disciplinair controle wordt uitgeoefend op de manschappen. Geen enkele militaire attribuut mag gebruikt worden. Geen wapens, geen dit, niets mag gebruikt worden. Dus als iemand bijvoorbeeld een verfjob wil doen ergens in zijn vrije tijd om wat meer geld te verdienen, dan zal ik de laatste zijn die zegt van nee, dat mag niet, helemaal niet. Ik bedoel, waarom zouden we in deze moeilijke tijd dat verbieden? Maar het mag niet zo zijn dat iemand met een wapen securitywerk gaat verrichten, wapens van het leger securitywerk gaat verrichten voor wie dan ook. Dat is absoluut verboden. Mathura zegt dat vanaf er een strakker beleid gevoerd wordt, er geen manschappen zijn betrapt op het uitvoeren van nevenberoepen die het militaire werk een deuk geven. Het moet volgens Mathura duidelijk zijn dat er een nieuw beleid wordt gevoerd en dat het defensieapparaat een disciplinaire organisatie is.